verhalen uit de natuur, over de natuur, naar aanleiding van de natuur en geïnspireerd door de natuur. Het zijn de eerste regels van het boek Verhalen, Sagen, Legenden uit de natuur van liefhebber en erpenaar Rinnie Kerstens. Waarom een boek? Op de eerste plaats natuurlijk omdat ik ze leuk vind, voor mezelf. En dan vind je ergens iets, dan lees je ergens iets, dan hoor je ergens iets. Je dikt het wat aan, je maakt er een eigen redactie van en je gebruikt het zo nu en dan tijdens excursies of tijdens lezingen. En dan blijken mensen weer wat aandacht extra op te kunnen brengen tijdens zo'n lange lezing, tijdens zo'n lange excursie. Dat roept ook wat vragen op, verwondering, ook een glimlach. Nou, dat is de reden dat ik dat gedaan heb. Kerstens is, hoe kan het ook anders, natuurgids bij het IVN. Hij geeft zelf dus ook rondleidingen. Ik denk dat wanneer je een excursie bijvoorbeeld houdt over paddenstoelen, dat heel veel mensen dat buitengewoon boeiend vinden. Paddenstoelen-excursies zijn rijk bezocht. Maar na 25 paddenstoelen en weer één en nog één, wordt het wel veel van hetzelfde. En dan kan het erg aardig werken om eens een keer een zijpad te bewandelen, iets te vertellen over de magie van paddenstoelen via een sage, een verhaal, een legende. En daar zijn dus heel veel verhalen over paddenstoelen, maar bijvoorbeeld ook over varens. En als nou zo'n varen afsterft voor de winter, dan blijft er dit bolletje over. En dan komen er straks weer varenbladen uit. En als je dit ding nou doorsnijdt, en al hopen dat het lukt, dan zie je dat er iets in zit wat wel een beetje op een hand lijkt. Een beetje fantasie, een vingertje en nog een vingertje. Ja, en hier de Johanneshand. Met bloedrode bloemen. Johannes is onthoofd, bloed. En Johannes zou iets met die varens te maken hebben. En dat kun je nog zien aan de Johanneshand die zich hierin bevindt. Schrijver Kerstens wil zijn hobby maar al te graag doorgeven. Hij leidt op dit moment 36 nieuwe natuurgidsen op. Wat geeft u die mensen mee met name als natuurgids? Nou, ik hoop dat ik ze meegeef verbazing en verwondering. Leren zien, leren kijken. En naast feiten, data, gegevens ook een klein beetje verrukking. En dat doe je onder andere door dit soort verhalen. Guichelheil, heel klein plantje, waarom heet dat ding zo? Waarom ziet het er zo uit? Waarom heeft het nog veel meer andere namen? John go to bed at noon heet het in het Engels. Faules Gretchen heet het in het Duits. Want het bloeit maar heel even. Tegen de middag gaan de bloemetjes dicht. John go to bed at noon. Faules Gretchen, luie Gretje, bloeit maar een uurtje. Nou, dat soort dingen kunnen aardig zijn.